Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1420 met een uitzending voor vandaag 26 september 2018. Het is het bulletin van woensdag. Ik moet nogmaals vanwege de beschikbare tijd van de data afzien. Ik had vandaag zoveel pech met elektronica, dat was echt niet te geloven. Zelfs FL Digi crashte en zodanig dat het niet eens opnieuw geïnstalleerd kon worden. Nou ja, wat daar aan de hand is, dat moet ik nog eens kijken. De Windows versie onder Linux draait gelukkig wel, dus ik zit er niet zonder. Ik denk dat het een korte uitzending wordt, maar dat weet je bij een spraakwaterval als ik natuurlijk nooit zeker van tevoren. Vanavond is de avond van Slow Scan Radio trouwens, vanaf 8:30 op 60, 70 kilohertz. Ik heb hier een rijtje foto's klaarstaan met vanavond ook weer een paar hele mooie. Het zou heel misschien kunnen dat om 8:00 ook al een uitzending is op dezelfde frequentie. Dat is dan Kim Andrew Elliott, mijn collega uit de Verenigde Staten, die wel het 30 minuten voor mij gaan vullen vanaf volgende week. En misschien al vanaf deze week. Kim Elliott die zendt meestal MFSK-modus uit, maar ook met beeld erbij. Frequentie is dus 60, 70 kHz in de 49 meter band op de korte golf in AM vanaf 8:30 lokale tijd. Ja, als je in de regio Arnhem woont, kun je direct naar Slow Scan Radio, nadat het afgelopen is, meedoen aan de SSB-ronde die dan begint. Dat wil zeggen om 9:00 op 144.345 plus of minus QRM. Bij de ronde wordt verticale polarisatie gebruikt. Dat is omdat de meeste mensen tegenwoordig geen horizontale antennes meer hebben. En daarbij horizontale rondstralers, zoals een klaverbladantenne, een halo of een hoekdipool, die kom je al helemaal nooit meer tegen. Ik heb vandaag één nieuwsitem, een beetje alarmerend. Gisteren stond op teletext het bericht dat appen voor fietsers in juli 2019 verboden zou worden. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft dat aan de Kamer geschreven. Maar nu komt het. Het gaat volgens de minister om een verbod om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat te bedienen. Die formulering moet volgens de minister ook alle toekomstige mobiele apparatuur afdekken. Dat zou, als er niet opnieuw een uitzondering geldt, dus ook voor amateurapparatuur en apparatuur voor 27 MC gaan gelden. Volgens de minister blijkt uit statistieken niet dat er veel ongelukken of gewonden vallen door het appen op de fiets, maar ze benadrukt de kans op een ongeluk is wel groter als je appt. Het idee voor de wet stamt uit 2016. Het was wel triest toen een 13-jarige jongen door het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets verongelukte. De vader van het jongetje voert nu een verbeterstrijd om deze wet ingevoerd te krijgen. Volgens het Algemeen Dagblad van vandaag blijkt uit de meest recente onderzoeken dat appen op de fiets zo goed als nooit tot ongelukken leidt. Bij ruim 1 op de 100 gevallen van de mensen die door een fietsongeval op de eerste hulp komen, speelt de mobiele telefoon een rol. Om dat in een perspectief te plaatsen, het dragen van een koptelefoon speelt bij 3% van de gevallen op de eerste hulp vanwege een ongeval met de fiets een rol. En 11% van de ongevallen, 11% dus, vindt plaats door gesprekken tussen twee fietsers. Volgens nu.nl spreekt het Verbond van Verzekeraars wel van een stijgende lijn in de rol van de smartphone bij ongevallen. Maar bij het Verbond van Verzekeraars gaat het daarbij om alle weggebruikers, niet specifiek over fietsers, waardoor de maatregel nu moet worden ingevoerd. Ondanks dat de minister gisteren heel stellig over juli 2019 sprak, bleek vandaag dat die datum zo goed als zeker niet gehaald gaat worden. Het zou wel eens een jaar langer kunnen duren. De minister stelt dat ondertussen het streven wel juli 2019 blijft. Als het een jaar later gebeurt, dan zou dat pikant zijn, omdat in de zomer van 2020 in Duitsland waarschijnlijk een verbod gaat gelden dat zich specifiek richt tegen onder andere het gebruik van apparatuur van zendamateurs in het verkeer en dat door 27 MC'ers. Ook die maatregel is overigens nog niet zeker. Ja, ik heb een slogan bedacht. Daily Minutes gaat van ether naar inter. Dat is het thema van deze week. Maar ik heb voor het luisteren naar de Daily Minutes een nieuwe URL in gebruik. Dat is een hele makkelijke. Dat is dmr.li. Dus de modulatiesoort Delta Mike Romeo en dan .Lima India. Vanavond dus weer Slow Scan Radio vanaf 8:30. Ik zei het al op 60, 70 kHz. Het zou kunnen dat er op dezelfde frequentie vanaf 8:00 ook al data te ontvangen is. Door mijn collega met wie ik samenwerk, Dr. Kim Andrew Elliott. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .Lima India. dmr.li. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.